Welkom bij dit webinar voor transcribers voor geavanceerde gebruikers. Wij gaan het weer presenteren. Ik ben Annemieke Romeijn. Ik werk aan de Universiteit Gent en de Erasmus Universiteit. En ik heb hier in de KB gewerkt heel veel met transcribers. En ik ben Jeroen van Dommelen en ik ben conservator moderne handschriften aan de Koninklijke Bibliotheek. En hartelijk welkom iedereen. Er zijn 70 aanmeldingen. Er zijn momenteel 42 mensen aanwezig op dit webinar in de vroege ochtend. Ingelogd. Dus misschien wel meer in verschillende zaaltjes aan het kijken. Dus we zijn heel enthousiast dat het webinar zoveel furore maakt. En ja, we kunnen niet wachten om te beginnen. Welkom. Even heel praktisch. Aan de bovenkant van je scherm zit een ronde knop. Daar kan je de vragen op stellen. Als je erop klikt, kan je vragen stellen. Als je ons niet goed genoeg kan horen, zet je je geluid wat harder. Want in principe werkt aan onze kant alles goed. Onze techniek wel is weer gezond. Dus we hebben er zin in. De dia's die worden weer online geplaatst. Je kan die via het KB YouTube kanaal, kan je dit filmpje ook altijd terugkijken. En straks wordt ook alles online geplaatst op Zenodo. Dus als je het eventueel voor onderwijsdoeleinden wil gebruiken, kan je het dan ook downloaden. Dus nou ja, we hebben heel veel te doen. Het werkt allemaal niet meer zo goed meer als vorige keer. We gaan even een hele korte samenvatting geven over het vorige webinar. Ja, je kan hier ons programma zien. We gaan het over van alles en nog wat hebben. Dus we hebben heel veel leuke dingen om te behandelen, denk ik wel. Ja, heel veel dingen ook waar ik ook niet zo heel veel van weet. Dus ik ga een beetje een andere functie hebben dan de vorige keer. Namelijk, ik ga vooral leren en met vragen. En de vragen die jullie hebben, ga ik ook verwoorden naar Annemieke toe. Ja. Dus dat belooft. Laten we na deze even ultra korte samenvatting even kijken van hoe jullie ervaringen tot nu toe zijn. De vorige keer hebben we het gehad over het importeren van de bestanden die je dus plaatst in Innsbruck. Je doet de layout-analyse, handmatig of met de computer. En dat gaat steeds beter, moet ik zeggen. En ik zag ook gisteren dat er iemand bezig is met een programmaatje te maken om alle kleine text regions te verwijderen. Dus, ja, dat ga ik je straks ook laten zien. Oh, fantastisch. Daar word ik heel enthousiast van. En je moet je bewust zijn van het doel van je tekst. Dus als jij alleen maar wil dat je door de tekst heen kan lezen, prima. Als je gewoon wil zoeken met zoekwoorden, prima. Als je ook nog wil weten over de positie waar een tekst op de pagina staat, dus of je iets wil weten over je marginalia, je titels en dergelijke, dan hebben we goed nieuws. Want vandaag doen we ook geavanceerde layout-analyse. Dus daar komen we op terug. Je maakt een diplomatieke transcriptie. Dus je schrijft wat er staat. Bij voorkeur met afbreekstreepjes lijkt me dan handig. Verander je tekst dus niet. Eventueel mag je de afkortingen wel uitvullen. En als je een aantal pagina's hebt gedaan, dan kan je een model gaan maken. Dus dat, daar gaan we vandaag naar kijken. Maar we zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd van wat jullie ervaringen tot nu toe zijn. Dus zijn jullie al bezig met transcribers? Dat is even onze vraag. De polls zijn open, dus klik vooral even aan, want dan krijgen we daarna jullie reactie te zien. Even kijken. Hier komt dat. Dus je bent al goed op. Ik ben al goed op weg. Ja, maar het is wel lastig. Nee, dat hangt af van de mogelijkheden. En nee, dit is de eerste keer dat ik over. Het zijn een beetje wisselende reacties tot nu toe. Ik ben al goed op weg of nee, dat hangt af van de mogelijkheden. Het begint wat goed te lopen. Ja, het is een nee, het hangt af van de mogelijkheden en we zijn goed op weg. Ja. Het is een beetje een 50-50 race op dit moment. Ben ik ook heel nieuwsgierig naar wat de mogelijkheden zijn die je dan verlangt van het programma. Dus, maar hopelijk, misschien is dat meer wat voor aan het einde, dat we dan eventueel dat nog mee kunnen nemen. Ja, stel zeker een vaste vraag, mocht je daarover vragen hebben, dan kunnen we kijken of we dat eventueel kunnen beantwoorden voor je.
Ja, ik ben benieuwd. Nou, we gaan eerst eventjes terugkoppelen over de vorige keer. Want toen werd er heel erg gevraagd van, ja, is er een platform waar we vragen kunnen stellen? Nou, dat was er natuurlijk op Facebook, maar dat is niet voor iedereen zijn behoefte. Dus we hebben sinds kort een coördinator in het Nationaal Archief zitten. En hij heeft een platform aangemaakt. Dus allemaal registreren natuurlijk. Dat is een KIA-platform, daar moet je eerst registreren. En dat heeft ermee te maken dat het dat is kennisnetwerk, informatie en archief. En als je dan geregistreerd bent op dat platform, dan kan je vervolgens de groep opzoeken. Dat is de groep HTR en OCR. En dan meld je je daar aan en je vindt daar allerlei updates, informatie. Zit jij er al op? Nee, ik zit nog niet op. Absoluut mijn eigen schuld. Dat regel je dus straks. Dat regel ik inderdaad straks. En ook in zaken uitwisselingen van model enzovoort. Ja, dan kan je aangeven van wat je eventueel beschikbaar hebt. Als je te weinig data hebt voor een groot model, maar misschien anderen met hetzelfde type materiaal werken, kan daar gekoppeld worden. Er worden aankondigingen gedaan van congressen, bijeenkomsten. Maar ook als je echt een praktische vraag hebt, kan je die daar stellen. En dan zijn er ongetwijfeld gebruikers die daar een antwoord op weten. Dus dat is heel handig. Maar ja, een platform gaat niet zonder coördinator. Dus onze transcribuscoördinator Benelux zullen we het maar noemen. Want we houden het niet alleen bij Nederlands. In België spreken ze ook Nederlands, geloof ik. Hè? En, ja, een groot deel van de bevolking heb ik gehoord. En in Luxemburg zit toch ook wat Nederlands. En ook die randgebieden, dus Duitsland, maar ook het Neolatijn, het Frans. We zijn niet exclusief voor de Nederlandse taal. Dus Friesland ook natuurlijk. Ik ben juist bezig met een Frans model voor de 16e eeuw, dus je ziet me nog. Ja, dus het is heel breed. En Milo van der Pol is de coördinator, aangesteld vanuit het Nationaal Archief. Hij zal met name coördineren richting de erfgoedsector en de archieven. En je kan mij ook mailen als je vanuit de academische wereld vragen hebt over eventuele beschikbaarheid van modellen. Dan kunnen we kijken van waar er eventueel hulp geboden kan worden. Dus wees niet beschaamd als je bezig bent met een andere taal. Spaans mag ook natuurlijk. Ja, hebben we ook ooit hier gebezigd. Dus mail op deze mailadressen. Als je daar vragen over hebt, je ziet bij mij een raar mailadres staan, maar dat is puur om de mail te scheiden tussen wat er anders allemaal binnenkomt. Dus ja, hopelijk voorziet dit alvast in de behoefte van een platform waar heel hard om gevraagd werd de vorige keer. Dus dat hebben we alvast geregeld naar aanleiding van de vorige vragen. Er zijn ook wat gadgets, tenminste ik. Ik vind het best wel een beetje gadget. Het is een gadget. Daar willen we jullie ook even van op de hoogte stellen. Omdat het sommige mensen met onderzoek best wel kan helpen. Het eerste is de scantent. Die kan je bestellen via de website van de scantent. Moet je ze een mailtje sturen. Dus er is niet een bestelformulier. En wat is het eigenlijk? De scantent is iets dat je kunt gebruiken in archieven of erfgoedbibliotheken. Het is een tent. Zo'n pop-up tent, zoals je normaal gezien gebruikt op een festival. Maar in plaats van een festival ga je hier naar een bibliotheek, wat ook een festival kan zijn. En wat je kunt doen is Je zet hem in elkaar. Je zet hem in elkaar. En dan kun je je mobiele telefoon, Samsung of andere als maar Android smartphones, is. Ja. Niet Apple. Er wordt nog een actie voor gestart om daar een programma voor te krijgen, maar dat duurt nog eventjes. En dan kun je je documenten die je wilt transcriberen, wilt gebruiken in transcribus, kun je fotograferen met goede belichting. En dat is toch wel belangrijk in transcribus, dat die belichting overal gelijk blijft, anders kun je wat fouten krijgen in transcribus. En je kunt dan je smartphone met een via een appje gebruiken om niet alleen foto's te maken. De foto's worden gemaakt door handbeweging. Dus het programmaatje op je telefoon herkent de handbeweging van het omslaan van een blad en neemt dan een foto. Dus je kunt eigenlijk heel snel. Ja, je kan hem op continu foto zetten in plaats van een single foto. En dat programma heet DocScan. Wat daar mooi aan is, is dat die past dus op, als je het op je telefoon zet, past die dus op dat platform bovenin. En los van dat hij dus de goede belichting en de goede pixels doet, heeft hij ook dus de mogelijkheid om het direct naar Transcribus in je account te plaatsen. Dus om even theoretisch te zijn, je kunt in, laten we zeggen, 10 minuten kun je een mooie brief
inscannen, doorsturen naar Transcribus, een model van bijvoorbeeld van het Nationaal Archief erop loslaten. En dan heb je binnen 10 minuten je eigen getranscribeerde brief. Waar je dan vervolgens nog weer verder mee kan werken. Ja, inderdaad. Dus, het is een mooi begin. Het is wat je wilt natuurlijk. Klein verzoekje vanuit de conservatorhoek. Mocht je een boek gebruiken, een boek met een boekband ingebonden, gebruik wel een kussentje, dat is beter voor het boek zelf. Ik zie soms van die foto's waarvan ik denk... Die zijn dan pijnlijk, hè? Ja, daar breekt je conservatorhartje toch. Ja, daar moeten we voorkomen. Nou, dat is in ieder geval heel handig. Het maakt het leven ook een stuk aangenamer dat je niet 3 keer terug hoeft te... Ja, de bibliotheek is heel fijn, hoor. Maar 3 keer terug voor dezelfde brief is toch best... Ik kom elke dag terug, ik vind het heerlijk. Maar je snapt wel dat als je een bewogen foto hebt... Dit is dus die scantent is dus in plaats van je statief. Dus het houdt het stabiel. Je hebt je extra lampjes in. Als je wil, kan je het ook voor je kerststalletje gebruiken. Maar in ieder geval is het heel praktisch en zorgt dat je geen bewogen foto's hebt. En dat is gewoon heel fijn. Dat helpt. Niet alle erfgoedbibliotheken en archieven gebruiken het al. We hebben juist toestemming gekregen van de Koninklijke Bibliotheek. Volgens mij het Nationaal Archief mag het ook. Nee, het Nationaal Archief nog niet, maar die zijn heel hard bezig met digitaliseren. Maar je kan altijd het verzoekje doen. Dus vraag het altijd ook eerst vooraleer je hele tent uitpakt. Ja, voordat je gaat kamperen. Vinden ze toch heel fijn dat je niet gaat wild kamperen. Ja, inderdaad. Dus even vragen. Maar er zijn steeds meer bibliotheken en archiefinstellingen die het in ieder geval kennen. Ja, en wij ook in België. Ja. Goed. Nou, er is een veel voorkomend probleem dat de tekstregio's en de regels, dat er de volgorde niet van klopt. Als je bovenaan de balk kijkt en je klikt op dat oogje, dan krijg je dit pop-up menuetje en dat laat zien van, dat je de regio's wil zien, de lijnen, de baselines, de woorden. Maar je ziet ook net onder het konijntje zie je, dat je de region reading order en de show line reading order. Als je daarop klikt, dan komen er nummertjes. Als je op het nummertje klikt, kan je de volgorde aanpassen. Dus als want dat heeft er natuurlijk mee te maken dat je transcriptie anders in de verkeerde volgorde wordt afgedrukt. Dus dat is misschien wel handig om te weten. En jij had het er net al even over van als er heel veel van die kleine blokjes op de pagina zijn verschenen, dan heb je in het menu waar ook de tekstregio gecreëerd kan worden, heb je een paar kleine puntjes staan. En daar kan je bijvoorbeeld kiezen van remove small text regions. En dan krijg je een pop-up menuetje en dan kan je aangeven hoe groot dat pixelgebied moet zijn wat verwijderd moet worden. Dan is het handig als je onder de grootte blijft van waar je paginanummer in zit. En dan gaat hij gewoon, als je dat wil, door het hele document heen. En dan kiepert hij alle kleine plekjes, kiepert hij er alvast uit. En dat is heel fijn als je bijvoorbeeld text-to-image gaat doen. Want die ruis die is gewoon heel storend. Als je vrijwilligers hebt die aan de slag moeten met een tekst. Zijn al die kleine vlekjes waar eventueel tekst ingevuld zou moeten worden ook irritant. Ja. Dus je kan dat gewoon... Zeker als je handschrift gebruikt, dan kan het soms zijn dat Transcribus automatisch een stok of een staart herkent als een extra lijn. En dat is natuurlijk niet zo, dus daardoor is het ook wel handig om dat soort dingen weg te halen. Ja, inktvraat haalt hij helaas niet weg. Dat dan weer niet. Nou, OCR klinkt even heel raar, maar Optical Character Recognition is eigenlijk de techniek die veelal gebruikt wordt voor drukwerk. Maar kan je ook dus met Transcribus automatisch doen. Als je in het toolsmenu gaat en je gaat naar het stukje Text Recognition, dan kan je bij Method kan je klikken of je HTR, daar staat die standaard op. Of OCR wil, daar kan je op klikken. En dan wordt er standaard gebruik gemaakt van Abifine Reader versie 11. Dat is handig als je bijvoorbeeld een deel drukwerk hebt, dan kan je daar alvast je materiaal doorheen doen. En het is dus ook echt alleen maar voor drukwerk, want En ook voor vrij recent drukwerk. Ja, voor Gotisch schrift of voor Romeins schrift uit de 16e, 17e eeuw. Daar zijn nu modellen voor. Daar zijn nu andere modellen voor beschikbaar. Heel mooie modellen. Die hebben jullie, als het goed is, allemaal in je modellenvakje staan. Die van Gotisch is... sowieso beschikbaar. Frans drukwerk 18e eeuw is beschikbaar en ook Romein drukwerk is inmiddels beschikbaar als het goed is vanaf vanochtend.
Nou, als je bij Abby kan je nog kiezen, als je dan daarop klikt, dan kan je aangeven welk soort lettertype je wil en in welke taal, want dat heeft te maken met het model wat de OCR er op loslaat. En onze dia zelf zal achterhouden ja, dat het gotisch is sinds voor de van de mensen, week beschikbaar. Voor de mensen die het nog niet weten, Annemiek heeft van deze maandag haar Nederlands-Gotisch HTR-model publiekelijk toegankelijk gemaakt en het werkt als een tierenlier. Je kunt het niet voorstellen, het gaat echt heel goed. Ik heb een onbekende Antwerpse druk uit 1555. In ja, wat 5 minuten had ik een bijna perfecte vertaling. Dus ja, transcriptie. Dus doorzoekbaar. Doorzoekbaar. En dat is wat je wilt. Dus ga het allemaal proberen. Het is echt heel mooi. En dat is uiteraard dus geen handschrift. Maar dat geeft wel even aan wat de mogelijkheden ook met dit programma zijn voor complex drukwerk. Dus bijvoorbeeld een Kyrillisch of Sanskriet. Als je daar drukwerk van hebt, dan kan je dat dus ook via transcribers. Want de meeste OCR-programma's kunnen dat dus niet. Een van de belangrijke dingen is natuurlijk het kunnen maken van modellen. Want als je dan een aantal pagina's getranscribeerd hebt, dan wil je er natuurlijk ook echt wel wat mee. En dan hoop je dat de computer je werk ook voor een deel over gaat nemen. Nou, je had net al het knopje met het gezien in het toolmenu, waarbij we even naar OCR waren gegaan. Hier ga je naar HTR. En dan heb je een aantal opties. Je hebt, als je de modeltrain optie hebt aangevraagd, dat moet je apart aanvragen via e-mail @transcribus.eu. Dan is het handig als je gelijk HTR Plus aanvraagt en niet alleen het modeltrainen. Dan krijg je deze verschillende knopjes te zien. Anders dan zie je alleen maar het knopje models en dan kan je alleen maar uit bestaande modellen kiezen. Maar hier zie je dat we ook een knopje train hebben. En dat trainknopje is nodig om zelf aan de slag te kunnen. En je ziet ook het knopje run. Het is belangrijk om even te weten. Het knopje models staat voor ik wil weten welke modellen er beschikbaar zijn. Daar hoef je dus ook niks in te selecteren. Dat is puur informatief. Maar als jij een model wil laten werken op jouw tekst, dan klik je op run en dan selecteer je welk model. Dus niet een andere volgorde, want dan krijg je een foutmelding. HTR, de gewone HTR, die zie je hier, dat is het eerste tabblad, die doet 20 epochs. En epochs zijn de keren dat de computer naar jouw teksten kijkt om ervan te leren. En het idee is dat er steeds minder epochs nodig zijn om te leren, omdat je ook een base model in kan voeren. Dus een van de modellen die al beschikbaar is, die kan je gebruiken. Bijvoorbeeld die van het Nationaal Archief, dan heeft computer in Innsbruck minder rekentijd nodig om te bedenken hoe goed die aan de slag moet gaan om jouw model te maken. En dan gaat het veel sneller. Dus maak daar vooral gebruik van als er modellen zijn die al een beetje praktisch en bruikbaar zijn. En je kan dan ook dus kijken van dat je op die manier alvast een aardig model hebt. Over het algemeen zijn die 20 epochs dus voor de meeste gebruikers genoeg. Tenzij er nog niks beschikbaar is. Want dan hebben we HTR Plus. Dat is het tweede tabblaadje erin. Die staat inmiddels ingesteld op 50 epochs standaard. En dat is dus ook weer hoe vaak de computer naar die tekst gaat kijken. En hoe vaak die van de letters gaat leren. En dan doet hij dat op verschillende laagjes. Dan gaat hij kijken van wat staat er. Wat maakt hij er zelf van. Hoe kan hij gokken wat er mogelijk verschijnt. En hij staat hier ingesteld op 50, maar als jouw model dan nog niet goed genoeg is, dan kan je die eventueel aanpassen. Het model van het Nationaal Archief heeft bijvoorbeeld 1100 keer gedraaid. Dat is wel al een paar maanden geleden. De techniek gaat steeds verder en die leert ook steeds meer. Dus wie weet zou dat model over een paar maanden wel met nog maar 200 runs al prima functioneren. Maar je kan hier dus mee spelen als dat nodig is om jouw basismodel te creëren. Als er dus nog niks is voor Duits. Nou ja, Duits zijn heel veel modellen achter de schermen beschikbaar. Maar als jij een speciaal handschrift van een bepaalde auteur hebt. Waar jij bijvoorbeeld mee bezig bent van die 16e eeuw. Dan kan je eerst een HTR Plus model en dan kan je dat model weer vervolgens voor de andere auteur. Is het dan zo dat je dus hoe meer epochs je doet, dat doe je eigenlijk vooral voor onbekend handschrift? Ik zou die voor onbekend handschrift gebruiken, ook omdat hij daar nog het meeste op moet leren.
En daar heeft hij gewoon nog geen extra materiaal voor gehad. En je kan ook hier weer eventueel een base model invoeren als er al wel iets van diezelfde periode is, maar dat de hoofdmoot getraind moet worden op jouw specifieke materiaal. Er zijn hier dus al een aantal publieke modellen beschikbaar. Maak daar ook vooral gebruik van. Deze lijst zal zeker de komende tijd nog aangevuld worden, maar dit zijn dus de modellen die iedereen alvast beschikbaar heeft. Ik kreeg hier ook een opmerking van het Stadsarchief van Amsterdam, die ook wel wil zeggen dat hun model inderdaad aanwezig is. Het notarieel model van de 18e eeuw staat er ook tussen en dat is ook een heel mooi model. Er staan gewoon al heel veel Nederlandse makelij modellen tussen. Maar schroom ook niet om er andere modellen tussen te zetten als je die beschikbaar hebt. Dus heel goed dat dit soort modellen gedeeld worden. En je hoeft absoluut niet te denken van dat je materiaal over 10.000 pagina's hoeft te gaan. Sommige modellen over een pagina of 100 kan al heel nuttig zijn voor andere gebruikers. Dus deel het vooral. Want het helpt gewoon met het ontsluiten van ander materiaal. Maar ik wil ook zeker en vast het Stadsarchief Amsterdam bedanken en proficiat wensen met hun eerste publieke model. Daar zijn we allemaal heel blij mee en hopelijk mogen er vele volgen. Wat wel even een klein beetje advies. Als je een model gaat maken, je kon het net al heel even zien. Je wordt hier gevraagd om een modelnaam. Maak het alsjeblieft een logische naam die ook uitspreekbaar is. Je gaat ons straks nog wel horen tongbreken. Geef aan welke taal het is. En in het description field, daar zouden wij heel graag het advies willen geven dat je duidelijk benoemt wat voor soort tekst je hebt gebruikt. Dus geef aan of het een politieke, een economische, een sociale, literaire tekst is geweest, of teksten zijn geweest waar je mee hebt gewerkt. Geef ook aan van waar het vandaan komt. Sommige materialen kunnen eventueel dialect bevatten. Dat zou invloed kunnen hebben. En alsjeblieft de periodisering, noem die heel expliciet. Geef ook aan van wat er op de achtergrond zat. Waar mogelijk deel je materiaal mee. Dat kan niet altijd vanwege copyright. Maar als het kan, deel dat mee. Want dan kunnen volgende modellen kunnen daar ook weer profijt van hebben. Het Nationaal Archief had al als eerste een Nederlands model beschikbaar. Ja, je ziet in de informatie zie je onderaan staan wat de character error rate is. Dat is dus hoeveel tekens per 100 teken er fout zijn. Zowel op de trainingset als op de validatieset. En die validatieset is eigenlijk een indicatie hoe goed het model gaat presteren op nog niet gezien materiaal. Oké, dus eigenlijk is het zo dat die tweede waarde, hier zien we bij voor het archief, dat die tweede waarde van character error rate 6,15 is. Ja. Dat is eigenlijk de belangrijkste. De belangrijkste, ja. Oké. En dat is dus heel nuttig. Je selecteert ook, wat je even terug, je ziet hier toevallig één document staan. Als je op het pijltje klikt, kan jij aangeven welke pagina's je vervolgens naar het vakje van de trainingsset wil doen en naar het vakje van de validatieset. Daarbij is de stelregel, je doet 90% van je materiaal in de trainingsset en 10% in het vakje van de validatie. En wanneer een model publiek gesteld is, inclusief het materiaal, kan je ook van dat materiaal in de training en de validatieset in één keer keeperen. Dus dan kan dat meegenomen worden in het verbeteren van een bepaald model. Dus daar zijn allerlei keuzeopties. Dus dat werkt precies hetzelfde als dat je een document toevoegt. Je klikt op het pijltje, dan krijg je de hele rits van de verschillende documenten, of de verschillende pagina's. Als je dan boven het vak van de trainingset zie je Transcription Version, Latest Transcript. Daar zit ook de optie dat je alleen maar klikt op Ground Truth. Dus dat je alleen de Ground Truth gebruikt. En dan kan je daar dus, dan lichten die op. En dan kan je die op die manier specifiek verplaatsen naar het vakje van de training of de validatie. Oké. Dus dan kan je eventueel daar ook het materiaal van de publiek gestelde modellen die dat beschikbaar konden stellen, kon je dat meegeven.
Ja, dus je hebt nou een paar mooie grafieken gezien. Dat is niet altijd het geval. Even ter indicatie. Het linkermodel is echt verschrikkelijk. Die persoon die schreef ook niet heel netjes, moet ik daarbij zeggen. Je ziet ook dat ik niet heel veel trainingsmateriaal heb gehad. Maar ja, je ziet dat de validatieset, die is bijna 70%. Dus wat voor nieuwe teksten we van Lee Hunt in dit model zouden keeperen, dat gaat niet goed komen. Dus daar moet heel veel meer bij getraind worden. Aan de andere kant zie je het Latijnse model, wat ik heel even snel had gemaakt. Daar zie je nog een kwestie van overfitting. Hij is al heel snel, je ziet de groene lijn staan. Hij is heel snel klaar met zijn model, dat hij denkt van nou, dit is eigenlijk wel, ja, ik kan niks meer leren. En dan zie je toch dat die rode lijn door blijft hobbelen. En dat betekent dat hij dus nog niet, hij is nog niet uitgeleerd voor de rode lijn. Maar hij heeft gewoon heel veel meer trainingsdata nodig. En dat is ook logisch. Want het aantal regels dat hij hier is getraind is onder de 900. De stelregel daar is, probeer zo'n 900 regels te trainen. En dan heb je over het algemeen wel een beetje een aardig model. Moet je niet 900 kleine kolommetjes hebben, maar echt 900 volle regels. Dus hier is eigenlijk gewoon die meest rechter grafiek is gewoon dat je te weinig training set hebt gegeven, ja. Waardoor hij niet genoeg... Ja, dus hij moet nog wat meer hebben. Ja. En die linker, dat is heel veel meer trainingsdata, want dat is gewoon een verschrikkelijk handschrift. Gelukkig is de beste man dood, hoort hij toch niet meer. Nou ja, bij modellen van ja, willen we natuurlijk ook weten van werkt het goed. En je kan het natuurlijk loslaten op je tekst. Maar er zijn ook wat, dat doe je dus door aan te geven met run. En je selecteert het model. En dan, dan ga je aan de slag. En hoe lang doe jij over het transcriberen van een pagina gemiddeld? God, dat hangt er heel veel af welk handschrift of... Hoe doe je er in een uur ongeveer? Oh, dat kan ik nu echt niet zeggen. Het hangt heel veel af welke ding. Voor een 16e eeuw script denk ik dat ik er toch een half uur doe per pagina. Dus 2 per uur? Ja. Hoe lang denk je dat transcribers na dat een model duurt, het trainen duurt pak een beetje 6 tot 8 uur met HTR+. Hoe lang denk je dat dan... 10 seconden? Nou, 40. 40. Dus dat is de tijdsinvestering best wel waard. Nou, als je compare text versions, dan kan je jouw transcriptie bijvoorbeeld vergelijken met de ground truth die er aangemaakt. Dus jouw transcriptie is de ground truth. En als je daar dan over diezelfde pagina nog een model gooit, dan kan je vergelijken hoe goed dat model presteert. Nou, hier zie je dan rode zaken en groene zaken. Ik wil niet zeggen dat het hele rode woord fout is. Het kan gewoon één hoofdletter zijn die een probleem is, of een punt of een komma. Maar dan keurt je eigenlijk het hele woord af. Dus daar moet je een beetje kritisch in zijn. Maar het geeft wel een indicatie van hoe goed de tekst presteert. Weet je of een tekst passend is voor jou, of weet je of een model passend is voor jouw tekst, dan kan je een ground truth maken. Je kan over die een model er dan over draaien en dan kan je ook compare doen en dan voer je het hier in de vakjes. Dus je geeft de reference tekst, dat is de correcte tekst, dat is de ground truth. En de hypothesis is dus het model. En dan zeg je van nou, vergelijk de boel. En wat zal het zijn geweest? 30 seconden zo'n beetje. Dan krijg je informatie. Je kan ook voor meer pagina's doen, maar wij hebben het even voor één pagina gedraaid. En dan krijg je een word error rate. Dus hoeveel woorden kloppen er niet? Dat kan dus uitsluitend een hoofdletterprobleempje zijn geweest. Maar daar maakt hij geen onderscheid in. Of een character error rate, dan maakt hij dus wel dat onderscheid. En je krijgt dat dan dus in een grafiekje te zien waarbij je kan zeggen van nou, dit model werkt wel of dit werkt nog niet voor mij. Of ja, je kan de conclusie trekken dat je moet bijtrainen. We hebben hier ook een opmerking op via de chat. Er is Pepijn Racer, die vraagt zich af. Ik maak eerst een eigen transcriptie en gebruik die dan alleen voor validatie, terwijl ik een andere tekst als leertekst gebruik. Ja, het klopt wel. Je eigen transcriptie die je maakt, kun je gebruiken om A, het model te trainen. Maar je kunt een deel van je eigen transcriptie ook gebruiken als een soort validatietekst. Om te kijken hoe goed het model op bladzijden die niet, die niet in een model zitten, hoe goed die daarop werkt. Dan kun je je eigen transcriptie gebruiken als, ja, als ground truth, als vergelijkingsmateriaal. Ja, en je kan ook...
natuurlijk een model dat je zelf maakt over jouw eigen tekst, kan je ook vervolgens checken of die echt goed genoeg presteert. Ja, hier zie je bijvoorbeeld een van de modellen die net beschikbaar is gekomen. Die heeft een hele lange platte lijn. En dat komt omdat er dus een basismodel gebruikt is. En je ziet ook dat hij de groene lijn helemaal aan het eind heeft. En dat betekent dus dat hij echt gewoon tot het laatste moment heeft gewerkt. En dat er ook geen verbetering meer te verwachten mag zijn. Van welk model was dit? Dit is de gotische. Dus dat... er is ook nog de optie om samples te maken. Dat kan fijn zijn voor het publiceren, zodat mensen kunnen zien wat je hebt gebruikt als materiaal, maar dat je niet het hele materiaal beschikbaar stelt. Dan klik je op de knop Compare Samples. Dan krijg je weer dat uitvouwmenu. Dan selecteer je een aantal pagina's, die transporteer je naar de rechterkant. En dan klik je op het diskettetje Create Sample. En dan krijg je al dit soort snippets. Daar wordt dan één regel in onderstreept. Maar dan kunnen mensen, als je die deelt, kunnen mensen dus zien van nou, zo ziet jouw tekst eruit. En op deze manier hebben ze een beeld van jouw materiaal zonder het hele materiaal te zien. Dus het is ook niet te herleiden op welke pagina het stond van jouw oorspronkelijke bronnen. Maar dan kunnen mensen toch een beeld krijgen. En eventueel kan je op basis van dit soort snippets kan je ook dus een model testen. Gewoon puur op kleine blokjes. Okay. Dus als je dit zit eigenlijk aan de achterkant van elk model. En daar kun je... Nee, dit creëer je handmatig. Okay. Dus jij bent degene die bepaalt van wat er eventueel... Maar een gebruiker van jouw model, die kan dit dan zien? Dit zou ik bijvoorbeeld ook kunnen delen naar een publieke map. En dat ik zeg van nou ja, ik heb een model. Het is op dit soort dingen gebaseerd. Als jouw tekst matcht, dan kan ik het met jou delen. Maar dat je hoeft niet per se een model te gaan delen als het niet gaat werken. Nee. Want als je een model deelt, dan is de achterliggende data ook niet meer zichtbaar. Dus dat zou heel wat mogelijkheden moeten geven om modellen te delen. Dus mensen hoeven niet jouw trainings- en jouw validatieinformatie te zien. Maar misschien willen ze wel even een beeld krijgen van wat is het materiaal dat je gebruikt hebt. Want ja, wie weet ben jij bezig met een boekpublicatie over een auteur. Maar heb je wel een steengoed model wat anderen eventueel ook zouden kunnen gebruiken. Dan kan je met dit soort manieren even laten zien van nou, dit is mijn materiaal. Matcht dat een beetje met waar jij mee bezig bent. Oké, dan deel ik mijn model. En op die manier kunnen ze dan toch een goed beeld vormen. Ja. Een leuke... of een heel handige feature is keyword spotting. Keyword spotting is eigenlijk dat door de tekst gedeeltelijk visueel en gedeeltelijk via een model, daar zijn ze volgens mij nog niet helemaal uit in Innsbruck wat nou de achterliggende techniek is, kan je zoeken naar woorden. En het is voor een deel dus gebaseerd op de HTR-transcriptie, maar een deel is het ook visueel. En het functioneert over het algemeen, werd mij verteld, tot pak een beetje 30% character error rate. Het laat zien op basis van een confidence value, dus de probability van hoe zeker is de computer dat het woord dat jij zoekt ook daadwerkelijk verschijnt. En dat kan dus eigenlijk altijd getoond worden. En ja, of het nou altijd de transcriptie nodig heeft, is de vraag. Daar ontwikkelt de techniek dus heel snel in. Je ziet hier het voorbeeld dat ik zoek voor het woord bedelaar en ik heb het vakje fuzzy search aangeklikt. Dat betekent dat hij alles waarvan hij denkt, nou dat zou het ook kunnen zijn, maar mee moet nemen. En je ziet hier, de transcriptie wordt dus getoond. En als je er dan overheen gaat, dan krijg je ook het kleine snippetje te zien wat het is. En daarmee kan je dus... door de tekst heen zoeken. Dus dat is handig als je bijvoorbeeld namen van personen wil hebben. Of plaatsnamen die op heel creatieve wijze gespeld kunnen worden. Kan je op deze manier dwars door je document of door je hele collectie heen. Want je ziet ook, je hebt bedelaar natuurlijk met twee A's geschreven. Maar in de tekst die getranscribeerd is, staat die bedelaar met AE. En toch kan die worden gevonden. En er staan zelfs voorbeelden met een C in plaats van een E of een A. En dan denk je van nou, mogelijk is dit toch iets wat jou aanspreekt. Dus dan laat hij het je zien. Dus probeer het vooral uit. En dit is ook heel fijn op handschriften uiteraard. Dit voorbeeld is alleen maar druk weer. Daar hebben ze ook een viewer voor gemaakt. De viewer link die hieronder staat, die is naar een Vince model.
naar Finse juridische teksten van de rechtbank. Maar ook Amsterdam heeft inmiddels een zoekmachine op de notariële akte. Dus zoek die vooral eventjes op de website van het Amsterdam Archief. Want dan heb je een beeld van hoe de Amsterdamse archieven het materiaal hebben ontsloten. En je kunt natuurlijk voorstellen hoe interessant het is voor heel grote corpussen van teksten die misschien niet perfect getranscribeerd zijn, waar het model nog niet helemaal loopt, maar zolang het... Of waar je personen wil zoeken, ja, zoals een notarieel archief. Ja. Zolang het 30% of minder character rate, error rate is, kun je dus bijvoorbeeld zoeken naar, ik wil alle teksten die gaan over bedelaars, of over dieven, of over wat dan ook, kun je op die manier met keyword spotting eigenlijk heel snel vinden. Ja. Ja, en dit is dus heel, heel praktisch, omdat het veel opties geeft met zoeken. Het Stadsarchief Amsterdam laat ook eventjes weten dat ondertussen hun link ook bekend is. Dat is transcribus.eu-r-notariaal. We zullen dat aanpassen in onze PowerPoint, zodat de link naar het Nederlands gaat. Heel goed, dank je. Woordenboeken. Nou, daar zijn hele snelle ontwikkelingen gaande. Zelfs deze week. Ik heb gisteren nog even mijn eigen kennis moeten updaten. Oorspronkelijk, en dit is nog steeds van toepassing, als jij een woordenboek zou willen gebruiken, het is eigenlijk geen woordenboek, maar meer een woordenlijst, dan moet je die aanleveren en dan zet je elk woord op een nieuwe regel. En die verlaagt de word error rate. Dus hij corrigeert eigenlijk bepaalde woorden. Dus het kan zijn dat je daarmee gaat overcorrigeren. Want vroegmoderne teksten waar ik mee werk, die zijn creatief in hun spelling, om het voorzichtig uit te drukken. Maar dan zeg je met dit woordenboek eigenlijk, als het anders gespeld is, moet het gecorrigeerd worden naar deze spelling. Dat kan en dat kan soms ook heel specifiek zijn. Dus als je dat wil gebruiken, dan moet je daar vooral contact over opnemen. Maar er is sinds een... er is, als je bij je startmenuutje gaat, dan kan je ook installeren van een specifieke versie aangaan. En daar heb je vaak snapshot versies. Dat is voor de... je kan wachten tot er een nieuwe officiële... release komt, dat is om en daarbij elke 6 weken. Maar je kan soms al kijken waar ze mee bezig zijn. En dan kan je alvast zien dat er bij de... wanneer je naar de modellen gaat dan, en je wil een model toepassen, dan kan je inmiddels bij de snapshot versie 10.0.3 staat een dictionary. En als je dan kiest van language model from training data, dan gaat die in de trainingsdata van het model, gaat hij kijken welke woorden ben ik al tegengekomen. En dan gebruikt hij dat als je dat toepast op jouw tekst. Dus hij heeft daarmee eigenlijk automatisch een soort woordenlijst gecreëerd. Moet je over nadenken en je zal misschien moeten testen op een klein handje vol pagina's of het voor jouw tekst ook werkt. Zeker met vroegmodern materiaal ben ik daar een beetje voorzichtig in. Modernere teksten, zeg maar 18e, 19e, 20e eeuw, zou dat een stuk makkelijker zijn. Maar dan heeft hij alvast een soort woordenlijst geleerd. En die kan hij dan toepassen. Dat is wel vooral interessant voor bepaalde documenten die dan bijvoorbeeld van notarissen of van politieke communicatie, omdat daar vaak dezelfde woorden worden gebezigd. Ja. Ja. Kan hij dat herkennen uit het geheel? Zeker, zeker. Dus dan maakt hij een eigen lijstje daarvan. En dat gaat hij dan toepassen. En daarmee weet hij sneller of dan weet hij beter welke woorden die tegen gaat komen. Dus dan kan hij dat corrigeren. Maar nogmaals, test het uit, want hij kan ook gaan overcorrigeren. Misschien wil je dat juist niet. Dus hou dat even in de gaten. Annemiek, ik heb hier opeens heel veel vragen. Dat is een beetje een soort van crisis op de chat. Omdat over dat, die keyword spotting. Ja. Omdat er heel veel verschillende vragen zijn. Er zijn vragen van het voorbeeld dat we hebben gebruikt van de keyword spotting. Of dat een full text search is. Of, ik ga heel even terug naar de keyword spotting. Hier heb ik line-based tekst en word-based tekst. En in principe heb ik door het hele document gezocht. Er zijn verschillende opties, dus test het vooral uit. Want dus, en dat KWS, dat is de keyword spotting. Ja. En wat is het verschil dan tussen die full text en die KWS? Bij keywords kijkt hij vooral naar de afbeeldingen. En bij de full text kijkt hij ook naar de transcriptie. Dus daar zitten de verschillen in. Dus dat speelt er een beetje mee wat er voor jou werkt. Ja, dat is hier inderdaad van, hey, dit is...
dit is eigenlijk een keyword spotting, dit is meer full text. Ja, maar keywords. Het werkt in principe hetzelfde als keyword spotting. Ja. En bij keyword spotting krijg je vaak ook nog percentages te zien wat de hoe goed die is, of hoe zeker die is van dat, dat het is wat, wat je wil hebben. Er was ook een vraag of je de, als je met keyword spotting doet, dat je in plaats van één handschrift of één document, of je heel je collectie je keyword spotting kunt doen. Volgens mij kan je dat wel aanklikken. Dus dat, maar probeer het vooral even uit. Probeer het vooral even uit. En ik denk ook dat het vooral de interessant gaat zijn voor als bepaalde archieven publiekelijk hun collecties tonen, dan zullen ze dat moeten integreren in hun interface platform. En tenslotte, kan je de zoekresultaten ook exporteren? Bijvoorbeeld kun je die bedelaar bedelen dat die gewoon alle... Volgens mij kan je dat nog niet echt exporteren. Dan zou je dat voor zover ik nu heb gezien en geprobeerd, moet je dat per pagina doen. Dus of een screenshot maken van je afbeelding. Dus... onze excuses, dat kan nog niet. Ja. Maar misschien is het wel iets waar we het je kan altijd een feature request doen natuurlijk. We gaan door naar de text-to-image. Dat kan je dus gebruiken wanneer je al transcripties hebt. Dus, of als je iemand kent die heel veel transcripties heeft, die relevant voor jouw materiaal kunnen zijn. Dan kan het interessant zijn om de moeite te nemen om die transcripties in transcribers te plaatsen om dat model te gaan creëren. Je moet wel dus een diplomatieke transcriptie maken. Dus alle overige dingetjes als vraagtekens, indicaties dat je niet precies weet wat er staat. Die moet je eruit verwijderen, want anders dan, dat kan transcribers niet herkennen. Want er staat geen vraagteken op de pagina, dus die snapt hij niet. Je hebt dus het knopje Text to Image. Nou, dat... er zijn eigenlijk drie methodes om dit een beetje te kunnen doen. En we moeten eerlijk zeggen dat wij de transcribersmethode niet de makkelijkste of de beste vinden. Nee. Dus we kunnen jullie wat alternatieven aanbieden. Ja. Nou, de eerste is dat je dus de layoutanalyse voor per pagina doet. Of op een pagina dat je zelf die lijntjes gaat zitten trekken. Of in ieder geval controleert dat de automatische goed is gegaan. Loop de regels eventjes na. Indien een regel gesplitst is, dus omdat de woorden te ver uit elkaar zijn, dat hij denkt van nou, dit zijn twee woorden, dan kan je op het knopje merge klikken. Dat verschijnt automatisch als je twee stukken selecteert. En sla je layoutanalyse op. Dat is zeg maar de basis voor een goed werkende text-to-image. De eerste methode is als je een diplomatieke transcriptie hebt, waar dus alle afbreekstreepjes staan, dan kan je de transcriptie kopiëren en die plak je in de eerste regel van de layoutanalyse. En dan doe je Ctrl-Enter bij het afbreekstreepje. En dan verplaats je hem automatisch naar de volgende regels. Alleen de laatste regel doet hij over het algemeen niet goed, is mijn ervaring. Maar goed, dan heb je toch de rest van de pagina al gelijk gedaan. Het is heel handig als je een eerste basismodel wil gaan creëren. Dus dan kan je met een pagina of 30 kan je al volstaan om een basismodel te creëren. En dat kan heel fijn zijn. Zeker als er al een basistranscriptie is. Als je te enthousiast was met die Ctrl-Enter en je wil een regeltje terug, dan moet je dus zorgen dat die regel daarboven leeg is en dan kan je delete doen. Anders, je kan niet de tekst van beneden naar boven verplaatsen als er tekst op een eerdere regel staat. Voor de tweede methode hebben wij een filmpje. En die hebben we van onze collega uit het Rijksarchief van Oslo, Steve Jackson, gekregen. En dat willen we je graag laten zien. En dat hopelijk biedt dat ook wat duidelijkheid. Even. We gaan even switchen van scherm. Kan je ook alleen van je ground truth dictionary maken? Als je een model maakt... Als je een model maakt van die ground truth wel. Dan En dan kan je dat vervolgens dus gebruiken als kennis voor de dingen. Is de video aan het spelen? Wij krijgen het niet. Oh. Wij zien het niet.
Wat Steve hier aan het doen is dat hij dus de layout-analyse even aan het controleren is. Hij loopt na of er van die heel irritante kleine vakjes zijn. En die mergt hij dus hier bij deze. En dan hij loopt hem dus na. Het grote voordeel is dus dat je een perfecte layout-analyse hierbij krijgt. En dat, hoe beter de layout-analyse, hoe beter de boel functioneert. Nou, je ziet dat hij dat regel voor regel doet. Dat kost tijd, maar realiseer je wel dat de transcriptie dan dus, of het model en de koppeling tussen de informatie gewoon zoveel beter gaat, dat het die tijdsinvestering in mijn beleving in ieder geval waard is. Je ziet, hij loopt het even allemaal na. Hij checkt of alles klopt. Dat duurt even. Hij zet ook tussendoor af en toe het scherm stil. Dus dat scheelt. De opnames zet hij dan stil. Nou, hij is hier tevreden over wat er gebeurt. En hij gaat nu gaat hij zijn document erbij halen. Dat zien we hier. Hij kopieert zijn tekst. Hij gaat hem eventjes opschonen. Uiteraard, je begrijpt, we hebben dit uit Noorwegen gekregen, dus het is een Noorse tekst. Scheelt jullie weer de poging om het te willen lezen, hopelijk. Dus dat is heel bewust qua keuze. hij gaat hem even extra opschonen. Dit kan je ook gewoon in je Word-bestand doen of voor mijn part in een TXT-bestand. Dat maakt helemaal niet uit. Steve doet het hier in een wat ingewikkelder omgeving. Wat hij hier gaat doen is zorgen dat alle ruis verdwijnt. Dus alle niet-diplomatieke interpretaties, die gaat hij eruit filteren. En hij heeft daardoor een lopende tekst. Dus dit is een tekst zonder afbreekstreepjes. Dat is wel even belangrijk om te realiseren. Dus niet regel per regel, maar gewoon een doorlopende tekst. Dat is een keuze die volgens sommige mensen helpt bij de leesbaarheid, heel begrijpelijk. Maar dat vergt eventjes een kleine stap extra om het dan in transcribus goed te krijgen. Het is ook goed om dat al zo te zien, zodat je dat weet dat je dat kan voorkomen als je het een andere keer gaat toepassen. Of je verwijst je bijvoorbeeld die folio punt 80 volgens mij, omdat die niet nodig is. In ieder geval de haakjes erbij. Ja, want de haakjes die staan hier alleen als informatie. Nou, hij gaat het. Hij gaat de tekst dus eventjes kopiëren. Dat doet hij langer over dan de meeste mensen. Hij is een beetje precies. Zo hoort het ook voor absoluut, een goede archivaris. Absoluut. Dus hij heeft even net gecontroleerd in zijn andere bestand wat voor de eventuele tekens er nog tussen konden staan. Die verhaalt hij hier nog weg. Dat kan dus gewoon in Word of wat dan ook. Maar hij creëert een hele schone tekst. Hij heeft al een hele schone layout. En dan kan dat zo idealiter aan elkaar gematcht gaan worden. Wat het voordeel van deze methode is, is dus dat het heel erg accuraat is. En daardoor is straks de matching, die haalt echt wel 90-95% van de matching. Maar het kost wel veel tijd vanwege het plakken. Hij plakt hem hier in de eerste regel. En hij gaat nu naar het menu van de text-to-image. Wat doet hij daar? Hij gaat nu een model selecteren wat van toepassing gaat zijn. Want dan kan de computer zien van, hey, ik denk dat dit teken hier staat. Oh, hey, dat kan ik matchen met dit stukje tekst. Dus de computer gaat nu zelf aanbrengen waar de afbreekstreepjes eigenlijk moeten komen. En dan gaat hij hem zelf in een goede regel plaatsen. Dat is dus belangrijk, zodat de individuele regels gematcht gaan worden aan de transcriptie. Want als dat niet zo is, dan kan je ook geen model creëren. Want dan kan de computer niet leren welke tekst op welke regel staat. Dus vandaar. Steve loopt hem hier nu nog een keer extra na, want de computer heeft niet overal alle afspreekstreepjes gedaan op de goede plek. Dus hij controleert het nog een keer. Dat zou je eventueel voor lief kunnen nemen of dat nodig is. Dat hangt dus wederom af van je doel. Als je het specifiek wil matchen
aan de goede regel. En als je een heel goed model wil creëren op basis van bestaande transcripties, dan zou dat best heel goed de moeite van het werk waard kunnen zijn. En je hebt hier ook zicht op wat er gebeurt. En dat is ook wel heel belangrijk, want je ziet nu wat de computer heeft gedaan en je kan er nog in bijsturen. Wanneer je dit in bulk doet van 800 pagina's er in één keer doorheen jagen, dan heb je die controle niet. Dan is het misschien ook verleidelijk om die layout-analyse niet helemaal optimaal te maken. En dan ben je dus heel erg afhankelijk van wat de computer wel en niet kan. En met oude teksten zit er veel ruis op de pagina. Dus is het matchen ook veel moeilijker voor de computer. Omdat hij dus die kleine mini-vakjes op de pagina heeft. Nou, hij controleert hem hier nog. En hij ziet hier nog een afkorting die niet in de transcriptie stond. En dat wordt dus even aangepast. Nou, en we zullen veel vragen voor het laatst bewaren. We hebben nog een derde methode voor text-to-image. Dat is eigenlijk een bulkmethode. Dat is de officiële methode. Dat is de officiële transcriptiesmethode. Die heeft een lage accuratesse. Daar wordt ongeveer 40% van de tekst wordt gematcht aan de juiste plek. Het is wel minder werk, tenminste. Je kan per pagina moet je een TXT-bestand maken. Die zet je in een map. Waar de afbeeldingen staan, dan importeer je de boel het systeem in. Je maakt een layout-analyse voor de pagina's. En dan moet je dus eigenlijk nog de boel verbinden aan de goede regels. Dan klik je vervolgens op text-to-image. Je kiest een model en je laat hem dus performen. En dan hoop je dat zoveel mogelijk gematcht wordt. Maar nogmaals, dat is op dit moment. Pak een beetje 40% wat maar gematcht wordt. En dat hangt er vanaf of je daar tevreden mee bent. Maar persoonlijk vind ik dat best jammer voor het vele werk wat transcribenten hebben gedaan. Je kan natuurlijk dan een goed model creëren wat je vervolgens weer over de hele tekst laat draaien. Maar dat is misschien niet zo'n aanrader met het idee dat transcribers een betaalde service gaan worden. Ja. Er komt een update waarbij de hyphenations aangenomen worden van een streepje, een is-teken of dubbele punt. Want daar is ook niet per se een standaard in wat mensen daar hebben gebruikt. Even voor de beeldvorming. Als je dit invoert, dan werkt het eigenlijk zo dat de training en de automatische ground truth. Dit wordt allemaal aan elkaar gematcht. Er zit een automatische workflow in. En die afbeeldingen en de transcripties die je deze text-to-image doet, die gaat hij dus koppelen met de kennis die hij al heeft van dit soort type teksten. We gaan door naar het volgende, want we hebben nog een paar puntjes te behandelen. Ja. We gaan misschien wat snel, maar je kunt natuurlijk altijd opnieuw kijken. En de reden waarom is ook omdat we nog heel veel dingen te doen hebben. We hebben zoveel extra features voor de voor dit webinar dat we jullie wel het een en ander willen kunnen laten zien. En als we dan te snel gaan, kijk dat specifieke stukje nog even na. Ja. Je kan metadata toevoegen aan je tekst, aan je document. Dat zit in het tabblad van metadata. Daar kan je bijvoorbeeld noemen welk archiefstuk je hebt gebruikt, van wie het was, wat voor rol het had, in welke hiërarchie die geplaatst moet worden. Je kan nogal vast aangeven welke taal die was. En je kan ook de editorial declaration doen, waarbij je aangeeft van welke keuzes je hebt gemaakt voor je transcriptie. Dat kan je allemaal vervolgens ook exporteren in het voorblad van je transcriptie. Dus dan heb je gewoon die informatie in één keer allemaal te pakken. Dus dat is misschien een aanrader als je iets online wil publiceren. Dan hebben we het tabblad Structural Tags. Dat zit ook weer bij metadata. En daarbij kan je benoemen wat voor onderdeel je eigenlijk in jouw structuur hebt. Dus als jij de tekstvakken aan het trekken bent, dan kan je ze een naam geven. Dus bovenaan bijvoorbeeld het paginanummer. Of hier is een paragraaf. Hier is een titel. Of hier is een handschrift. Hier is een marginalia. En dan kan je dat op die manier taggen. En dat is weer heel handig voor de automatische begrip van de structuur die je ook weer kan trainen. Dat is dus een ander soort training dan van het handschrift.
Maar het kan ook heel fijn zijn bij het exporteren. Want als jij een lijst van alle titels wil, dan kan je die in de XML bijvoorbeeld opzoeken. Die textuele tags, dus verklaringen bij de tekst, die kan je ook maken. Dat is heel fijn als je dat doet voor bijvoorbeeld de woorden die je hebt uitgevuld, als de afkortingen. Maar je kan ook aangeven of iets een persoon, een plaats, een datum, noem het maar op is. Zodat je eigenlijk named entity recognition doet. Neemt die niet mee in het model vooralsnog. De afkortingen deels wel. Maar de andere zaken neemt hij niet mee in het model. Maar is puur voor jezelf dat je dat je er beter door kan zoeken. Wel zal dat in de toekomst, is de verwachting, op een gegeven moment wel meegenomen gaan worden. Dus het is misschien al handig om het nu al te doen. Dus bijvoorbeeld, denk aan namen. Als je die al hebt getagd in Ja, en die jouw. komen wel in je Ja. XML-bestand bijvoorbeeld terug. Dus dat kan heel fijn zijn. Je kan die textuele tags kan je ook nog plaatsen in het tabblad Metadata Textual. En dan kan je ze ook weer aanklikken van welke van toepassing is. Het is maar net welk knopje je fijner vindt werken. Hier kan je er ook allerlei toevoegen. Dat kan weer bij die rechtermuisknop En dit niet. is eigenlijk alleen maar voor de dingen die je aan het transcriberen bent. Dus het model pakt het gewoon echt niet Nee, over. helaas. Dat nog Ja. niet. Afkortingen wel, maar de rest nog niet. Je kan dit inmiddels ook in de webinterface, dus als er vrijwilligers aan het transcriberen zijn, die kunnen een beperkt aantal tags kunnen ze al aanbrengen. En dit lijstje zal ongetwijfeld nog uitbreiden, maar organisaties, personen, plaatsen, datums, die kunnen in ieder geval aangegeven worden in de webinterface. Die zitten bij Annotate. Ik zei al, die structural tags die kunnen heel nuttig zijn wanneer je een automatische layout-analyse wil gaan trainen. Dus als je wil dat de computer automatisch herkent waar de marginalia zitten, dan kan je dat trainen. Dus hier zie je dat ik een aantal pagina's heb ik getraind. Heb ik aangegeven van nou, hier zit paginanummer, of eigenlijk in mijn geval waren het kolomnummers, maar dat maakt op zich niet heel veel verschil. Die heb ik toch de titel paginanummer gegeven. Ik heb aangegeven de paragraaf. Daar wil je misschien onderscheid maken tussen de paragraaf aan de linkerkant en de paragraaf aan de rechterkant. Omdat dat voor de computer toch een fundamenteel verschil is wat de positie op de pagina is. En dan kan je dat. Daarna ga je dus eventueel pas de baselines aanbrengen. Al dan niet automatisch. Je hebt page-to-page layout analysis. Dat is waar de afkorting P2PALA voor staat. Daar heb je een groot aantal pagina's van die tags voor nodig. Toen ik het een aantal maanden geleden gebruikte, toen hadden we er nog pak een beetje 200 pagina's voor nodig. Daar wordt niemand blij van. Maar de techniek verbetert. En dat gaat snel in een rap tempo verder. Heb je dit nou nodig? Stuur even transcribers een mailtje dat je dit heel graag zelf wil kunnen doen. Want op dit moment zijn er alleen maar alpha-testers waar je uiteraard dan dit soort schermpjes van krijgt. Vandaar dat ik het je alvast kan laten zien. Moet je dus nog even aanvragen, want het is nog niet standaard omdat ze de techniek aan het ontwikkelen zijn. En dus ook het aantal pagina's dat je nodig hebt naar beneden willen brengen. En wat je dan krijgt is een trainingsknopje. Dus dan maak je een layout-analyse model. Dat is dus iets totaal anders dan een HTR, een tekstherkenningsmodel. En als je daar dan gaat trainen, dan kan je ook aangeven welke structuren wil je graag dat hij herkent. Nou, ik heb hier even bij het vierde minuutje aangegeven dat ik de structuren paragraph en heading wil herkennen. Daar kan je op dit moment nog niet te veel invoeren met pak een beetje 5 zaken die kan herkennen. Want anders dan moet de computer gewoon heel erg veel trainingsdata hebben om dat te gaan herkennen. Dus dat is heel erg in ontwikkeling. Dat is ook veelbelovend. Bij mij werkte het op het ene boek ontzettend goed en op het andere boek werkte het aanzienlijk minder. Maar die techniek is heel erg in ontwikkeling om layout-analyse te kunnen gaan doen. Dus hier kan je alles zelf trainen. Heb je in de hand wat je wilt trainen en kan je zelf mee aan de slag. Zodra je het knopje hebt, dat dan weer wel. Maar er zijn ook ontwikkelingen op het gebied van tabellen. En deze techniek heb ik zelf ook op een boek laten toepassen. Dus het is ook mogelijk op drukwerk. En als ze het op handgeschreven tabellen kunnen en ze kunnen het op drukwerk, dan kunnen ze het ongetwijfeld ook op geschreven teksten.
Dit is een primeurtje voor jullie, want deze presentatie die is nog niet overal bekend. Deze hebben we van Naverlabs, van de Europese afdeling daarvan gekregen. En dit heet Document Understanding van Naverlab. NLA is Naverlab. Wat doe je eerst, zeker bij tabellen? Je gaat eerst de tabellen volgens het tabellenknopje segmenteren. Dus dat moet je handmatig doen. En je hebt een aantal representatieve pagina's nodig. Dus als jouw tabel er altijd precies hetzelfde uitziet, omdat je geboorteregisters hebt, dus die layout is heel erg hetzelfde, dan kan je met 10 tot 25 pagina's volstaan. Dit zit nog niet in Transcribus zelf. Ze kunnen dit op dit moment op locatie trainen, maar via jouw Transcribus-account kan je de informatie met hen uitwisselen. Dus als je bezig bent met een project of zo, dan zou je alvast even een teaser, een taster of hoe je het noemen wil kunnen vragen, zodat je weet of je dit kan incorporeren in jouw project. Neem dan ook vooral contact op met de heren Hervé Dejean en Jean-Luc Meunier. Die zijn ontzettend aardig en willen daar ook zeker mee helpen. En de planning is ook dat dit geïntegreerd gaat worden ergens in het komend jaar in Transcribus. Nou, daar gaan wat meer mensen blij van worden. Wat gebeurt er? Je creëert een ground truth, dus je doet die layout-analyse op de goede manier. Dus goede vakjes trekken. Dan doe je zo. Er gaat hier even iets. De computer is heel happig. Nee, juist niet. Dan doe je lijnanalyse. En je moet de tekst analyseren. Want het heeft zowel de positie nodig als de tekst. Dan gaat hij de tabel begrijpen. En hij gaat hij maakt er data van. Dus de informatie-extractie. Nou, hoe werkt dat als flow? Je hebt de begrip. Hij bepaalt de positie, hij bepaalt de layout en dan wordt het een database. En daar kan je vervolgens een analyse op loslaten. Dus wil je het statistisch of wil je het anders? Nou, je ziet hier dat ze de positie bepalen. En dan gaan ze kijken van wat... excuses voor dit ongemak. Hij gaat de segmentatie doen. En hij gaat vervolgens reconstrueren. Iets wat wij dus visueel al eigenlijk heel goed doen. Hij begrijpt de positie van de cellen. Dat kan hij heel goed reproduceren met ongeveer 99% herkenning. En dat doet hij ook voor de regels. En daar heeft hij ook 95% tot 99% herkenning. Dus hij weet dan precies hoe het zit. Nou, als je die data hebt, dan krijg je vervolgens de mogelijkheid om dit soort mooie visuele zaken te doen. Want de tabel begrijpen betekent dat je weet hoeveel mensen er in Passau, want daar komen deze materialen vandaan, zijn overleden op welke locatie aan een bepaalde ziekte. En hier wordt getoond van de Scarlet Fever, hoe noemen we dat ook alweer? Een bepaalde griepsoort. En die kunnen ze dus precies nagaan voor welke plaats iemand is overleden, op welke datum. En op die manier kunnen ze dat dus ook visualiseren. En dat laat al zien dat de computer dus heel erg begrijpt wat er in welke kolom van de materialen te vinden is. Dat is eigenlijk een volledige toepassing van hoe Transcribus ook kan gebruikt worden voor archieven om dan vervolgens ook de data te visualiseren in een fantastisch leuke kaart. Waar je dus toont waar de slachtoffers van Scarlet Fever zijn. In Passau. Dus dit zijn de materialen van die tabellen van Passau. En die worden dus heel erg in hun context geplaatst en gevisualiseerd. Ik zie dat deze link even niet helemaal goed te zien is. Kunnen jullie later nog kijken. Je kan namelijk zelf ook met de data van Naverlab eens kijken naar deze materialen van de tabellen. En daarmee kan je dus laten zien van dat, of je kan hiermee dus zien dat tabellen en de positie in de tabel, zoals wij die begrijpen, ook inmiddels in deze proefopstelling al heel goed werkt. Dit is nog een proef. Maar ja, het functioneert heel erg goed. Ja, daarmee zijn we eigenlijk al zo'n beetje aan het einde gekomen van onze uitleg. Dit heb ik dus ook op een drukwerk laten toepassen. Mm-hmm. En dat materiaal, daarmee hebben ze dus ook bepaald van dit zijn de titels, dit zijn de paragrafen. En alles wat ertussen zit. Dus deze techniek is ook toepasbaar op
andersoortige teksten dan tabellen. Fantastisch. Even een opmerking. Scarlet Fever is rotvonk. Dank je wel. Henry Brandenburg. Mijn hele hoofd zat al helemaal vast. Ja. Dus we zijn heel blij dat we oplettende kijkers hebben. Even heel praktisch. Extra informatie kan je nog steeds vinden op al deze websites. 6, 7 februari is het mogelijk om in Innsbruck ervaringen uit te wisselen met gebruikers van over de hele wereld. Wel aanmelden, er zijn beperkte plekken, dus wees er ook snel bij. Er zijn 10 ontzettend leuke workshops, bijvoorbeeld eentje over van text-to-image gaat er een heel uitgebreide workshop zijn. Gaat er ook eentje zijn over die tabellen. Er gaat er ook een zijn over kadasters, dus misschien ook interessant voor sommige mensen hoe je daarmee om kan gaan en hoe dat via transcribers gebruikt kan worden. En sowieso dank voor alle aandacht. En zijn er vragen? Er zijn heel veel vragen geweest. Heel geïnteresseerde mensen hier overal. Ik heb ze een beetje al laten beantwoorden. Maar eentje die ik toch wel heel belangrijk vind, is die eerste vraag van iemand die duidelijk al bezig is met transcribus. En die vraagt zich af, hoe kan ik mijn vrijwilligers toegang geven tot mijn transcribusomgeving om al daar mijn dataset te transcriberen? Nou, ik zal even daarvoor naar transcribus gaan. Als je materiaal wil delen, dan heb je hier collections. En als jij eventueel een nieuwe collectie wil aanmaken, je wilt ze natuurlijk niet in je privé documenten laten zitten, dan daar ga ik tenminste vanuit. Dan kan je hier bij Create kan je een nieuwe collectie creëren. En dan kan je daar een titel, in dit geval maak ik even test 2 aan. En als je daar op Manage Users, dan kan je hier vervolgens voornaam, achternaam invoeren of hun e-mailadres waarmee ze in transcribers geregistreerd staan. En dan voeg je ze toe aan de gebruikers van die specifieke set. En dan moet je natuurlijk nog daar materiaal in zetten. En dan kan je dus duplicate of copy of link to a different collection. In ieder geval is er daarmee een nieuw. Daarmee dupliceer je bij voorkeur het materiaal. Dan kan iemand wel aan de transcripties aanpassen van wat er daar in staat, maar dan blijven ze van jouw originele af. En je kan het altijd weer terugkopiëren, maar dan weet je zeker dat er niks geks mee gebeurt. Dus heb je de mogelijkheid om mensen toe te voegen. En die mensen kunnen dus in principe ook via de webinterface inloggen. En dan hebben zij die specifieke map waar ze in kunnen. Er was ook iemand die duidelijk geïnteresseerd was in hoe het allemaal in zijn werk ging. En die zei van, kunnen we dit nu ook echt zien? Want wij zitten hier natuurlijk veel te praten en presentaties te geven. Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen zijn die denken van, ja maar, toon mij dan iets. Is het mogelijk om iets te tonen? Ik zal dus even een document openen. Uiteraard is er heel veel verschillend materiaal mogelijk waarmee je kan werken en kan testen. Dus probeer het ook vooral uit op je eigen materiaal. We zijn ons bewust dat er zoveel knopjes zijn dat je eerst toch wel ook een beetje basisinformatie nodig hebt om mee aan de slag te gaan. Nou, wat je hier, ik zal even gewoon een model aanzetten. Vanochtend kwam het Romeinse model beschikbaar en hij is inmiddels publiek beschikbaar zo te zien, want dan zit er een blauw streepje extra. Volgens mij is hij is nog niet publiek beschikbaar, maar hij komt binnen enkele uren komt hij beschikbaar. Nou, ik wil dat hij over mijn tekst gaat en ik ga hem aanzetten. Moet toch gebeuren. Nummer 25 misschien, anders dan gaat het heel lang duren. Ja, we kunnen hem inderdaad specifiek op deze pagina doen. Dus dat is current page. Ik wil dat hij de keyword spotting dus ook kan blijven doen. Dat zetten we allemaal aan. Even kijken, had ik het goede model aangeklikt? Want Dutch Roman type print. Dan. Nou heeft de computer even kuren. Dat zal je altijd zien. Hè? Dat starten we hem even opnieuw op. Ik zal zo nog even het model ook specifiek tonen dat het aan de slag gaat. Ik zal eens kijken of er nog een andere vraag is die we ondertussen kunnen oplossen.
Even voor de duidelijkheid dat de keyword spotting van het stadsarchief alleen maar een demo is en dat Finland wel de volledige set deelt. Is NLA ook een oplossing voor handgeschreven tekindexen bij bijvoorbeeld notariële oude akten, dus die de notaris zelf heeft opgenomen voor of achterin? Ik denk dat, dat je met NLE even contact, met een naverlap dus even contact niet NLE, kan. maar LAEA. Dus de layoutanalyse, de P2P, dus page to page. Ja. In principe, als je voldoende trainingsmateriaal kan creëren voor de voor het materiaal, dus dat je een groot aantal pagina's hebt waarbij de structuur precies hetzelfde is, dan kan je dat zeker trainen. Dus dat is zeker daar bruikbaar voor. En ja, als je het dan toch aan het trainen bent, vraag dan ook bij voorkeur de mensen van Naverlab of die ook eens kunnen kijken of zij met hun materiaal, met hun techniek hetzelfde kunnen trainen. Dus dat je dezelfde soort van layout-analyse, dan kan je de twee technieken met elkaar vergelijken. Dus dat, ja, maak daar vooral gebruik van, omdat die twee technieken een beetje hetzelfde doel hebben. We zijn weer terug bij Annemieke haar transcribers account. We gaan naar portfolio 25 van een drukwerk. Kijken of we er geraken. Het kan ook best zijn dat er even een klein kink in de kabel zit, want ik moet het nu wel even uit. Ja, dan zal die Nederlanders die opeens allemaal transcribers gaan gebruiken. Ja, die hele... allemaal alles in Oostenrijk aan het opvragen zijn. Ja. Hè? Dat is, oh ja, zie, hij heeft even geen zin. Oké. Okay. Ja, nu komen we wel weer ergens. Zo. Nou. Ah, hier zijn we. We hebben weer beeld. Ik ga run. Ik kies altijd even het goede model. En in dit geval zeg ik current page. Je kan het dus ook over het hele boek in één keer laten gaan. Maar dan duurt het wat langer. En je ziet er is een job has started. En dan kan je ook weer zien van, nou, hij is bezig. Hij is waiting in dit geval. En over het algemeen springt hij dan vrij snel naar dat hij actief is. Soms kan het met het model trainen wel even een paar minuutjes duren, tot een aantal uren. Gisteren had ik een model dat heeft 26 uur in de wacht gestaan. Dat kan zijn omdat het dan toevallig gewoon heel erg druk is op de server. En momenteel is het dus duidelijk heel druk. Nou, hij gaat aan de slag. Hij maakt een transcriptie. Dit is dus weer drukwerk, dus dat gaat over het algemeen vrij snel. Maar nog steeds sneller dan, sowieso sneller dan dat ik kan typen. Dus dat... En dan krijgen we zo dat hij klaar is. Hij gaat zo vragen of ik de pagina wil verversen. En, is het al getranscribeerd of is het al door het model gegaan? Deze heb ik nog niet door het model gedaan. Ik heb al een keer een model hier over deze pagina laten gaan, maar deze heb ik niet zelf getranscribeerd. Okay. Dus dat, als het goed is, geeft deze straks een aardig beeld van hoe het functioneert. En dan kan ik zo nog even laten zien waar je dat taggen doet. Hij is bijna klaar. Ja, hij is toch aan het bezig. We hebben ondertussen alvast een... We wachten nog geduldig af. Hoe en waar vertel je in transcribus wat je ground truth is? Die ga ik zo even laten zien. Dat is inderdaad een heel erg praktische vraag. Daar is toch nog altijd bezig. Ja, dus, hij is nog bezig. Als ik een model wil trainen. En ik heb hier dus een enorme collectie in zitten. Dan klik ik hier ground truth only. En als ik nu bijvoorbeeld naar dit boek ga. Dan krijgen we een uitschuifmenu. Je ziet hier het verschil. Hier no transcriptions with status ground truth. En je ziet er hier een aantal die zijn wel duidelijk zichtbaar. Nou, die duidelijk zichtbaar zijn, daar heb ik van aangegeven
toen ik aan het transcriberen was, hier in dat bovenste veld, van nou, deze is nu ground truth. Dat heeft hij dus hier herkend en dan kan ik die dus specifiek selecteren. En daar kan ik dus dan een selectie van maken van, nou, ik wil deze wil ik allemaal naar de training. En je ziet, ik had er hier eentje geselecteerd die niet op ground truth staat, die wordt dus ook gewoon genegeerd. En vervolgens kies ik er een aantal uit, die gaan naar de validatie. Ik typ iets leuks van tekst. En normaal gesproken doe je natuurlijk iets serieuzers dan een paar x's. En wat je dan ook nog krijgt te zien, en dat is ook heel handig, is hoeveel pagina's je gaat gebruiken, hoeveel regels je gaat gebruiken en hoeveel woorden daarin zitten voor de trainingsset en voor de validatieset. En daarmee dan weet je dus ook van, ja, zit ik al op mijn 900 plus regels of niet? En dan kan je daar dus nog aan toevoegen. En als ik nu op een ander boek klik, even kijken, bijvoorbeeld deze, dan kan ik daar dus ook zien welke weer ground truth zijn. Dus je kan vanuit een hele collectie, kan je in één keer alles plaatsen voor de het trainen van het model. Voor het trainen van het model. En je hebt hier dus ook bijvoorbeeld allerlei, ik heb hier bijvoorbeeld modellen die ik zelf heb gemaakt. En daar kan ik dus ook de complete trainingsset, dit is mijn eigen collectie, dit zijn niet publieke modellen, die hele trainingsset kan ik ook weer in één keer plaatsen naar de trainingsset. En datzelfde kan ik ook weer met die validatieset. Met die validatieset is het voordeel dat je dan ook kan controleren of je model inderdaad verbeterd is doordat je extra pagina's toevoegt. Want anders dan heb je geen, als je steeds wisselende sets voor de validatie gebruikt, dan heb je eigenlijk geen referentiepunten. Dus dat gedeelte waarvan die zegt van, nou, zo ga ik presteren op ongeziene teksten. Dat, als je dat steeds hetzelfde houdt, dan weet je ook in hoeverre jouw model substantieel verbeterd ten opzichte van een eerder versie. Nu is het wel zo dat we werken wel met artificial intelligence. Dus zelfs al gebruik je exact dezelfde trainingsset en exact dezelfde validatieset nu en over 2 uur, dan kan het resultaat wel verschillend zijn. Dus hoe dat precies zit, dat is onduidelijk. Maar hier heb je dus, als je bij HTR modeldata kijkt, dan kan je dus gebruik maken van allerlei modellen, maar ook de publieke modellen die staan hier bijvoorbeeld, wat je eventueel zou kunnen gebruiken qua training. En daarmee kan je dus, je kan ook nog een basismodel gebruiken, maar dan kan je dus de boel zo optimaal mogelijk doen functioneren. Dus hier is waar je kan zien welke pagina's ground truth zijn, los van dus hier. En om terug te gaan naar de pagina waar we net waren. Hij heeft inmiddels het model gedraaid. En zo op het oog. We gaan natuurlijk nu niet in detail kijken. Maar ziet hij er heel goed uit. Nou, we hebben hier bijvoorbeeld een locatie. Dat is een structural tag. Die kunnen we gaan toevoegen. Dus dan gaan we die customizen of wat je wil. Excuus. Kun je hem ook niet met de rechterknop? Ja, we kunnen hem inderdaad ook met de rechtermuisknop, want we hebben hier een place. Ja, een plaats. Nou, en dan ziet een organisatie plaats. In ieder geval, de raad is meer de organisatie. En we hebben even hier gekozen voor de plaats. Daar hoeven we nu niet over in discussie te gaan. Hetzelfde geldt voor hier voor Gelderland. Gaan we ook kiezen voor een plaats. En je ziet dat die hier dus ook gelijk verschijnt. Je ziet hier ook dat hij iets vreemds doet. Omdat hij op 2 regels staat, wordt hij gesplitst. Daar is op dit moment nog weinig aan te veranderen. Maar wees daarvan bewust dat hij dus in de XML ook gescheiden zal verschijnen. Omdat hij op 2 regels loopt. Nou, op die manier kan je dus taggen. Ja, er zijn geen andere vragen meer. Behalve als iemand opeens heel snel kan typen en echt heel graag een vraag wil stellen. Denk dat we hierbij moeten afsluiten voor onze webinars. Dit was het voor ons. Ook voor de KB voor webinars. Ik denk dat we nu echt wel op zitten. Ja, registreer je alsjeblieft op het Kia-platform. Ik zet hem nog heel even in beeld. Dan kun je uiteraard daar nog meer vragen stellen. Er zal ook zeker een verslag komen van de bijeenkomst in Innsbruck. Misschien zien we jullie in Innsbruck wel.
Maar registreer je hier of contacteer Milo of mij als je heel specifieke vragen hebt. Dan danken we jullie voor jullie aandacht. Ja, en dan zien we jullie modellen tegemoet, want daar hopen we natuurlijk op. Ja, vooral delen. Dat, het is heel makkelijk. Je stuurt een e-mail naar Innsbruck, dus e-mail@transcribus. Je meldt het model ID-nummer, die staat dus in het modellenveld. Daar in de laatste kolom. En je zegt van nou, ik wil wel of niet mijn materiaal erbij tonen. En that's it. Dan kan je hem gewoon publiek laten stellen. En dan kunnen we er allemaal van profiteren. En hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Ja, dan kunnen we eens laten zien dat Nederland de grootste producent is van handgeschreven modellen. Van publieke modellen. Ja, en dat wetenschap vrij hoort te zijn en overal toegankelijk. Daar zijn we allemaal voor. Precies. Ja, hartelijk dank. En tot een volgende keer.